Mensen zoals u zijn van grote waarde voor onze samenleving. En daarom, mevrouw Vroger, mag ik u namens Zijne Majesteit koning Willem-Alexander benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En ik vraag u naar... Hoe trots ben je? Ja, heel erg. Maar ja, aan de andere kant, weet je, daar doe je het niet voor. Je doet het gewoon uit je hart, omdat je heel graag iets voor de medemens wil betekenen. En ik vind dat we dat allemaal moeten. Dus ik vind dat ook heel vanzelfsprekend dat je dat doet. Alleen het is, zoals de mevrouw net zei die hem ook kreeg, het is een hele mooie extra waardering. Ik heb er voorgedragen. Ik vond het hoog tijd worden. En een vrouw die zo verschrikkelijk veel doet en altijd bezig is met andere mensen. Altijd bezig voor goede doelen en met, zo met haar hart. En bij ons is thuis ook het goede doelenvrouwtje. Maar ik ben wel ongelooflijk trots op haar. Ik ben echt super trots. Went het al een beetje, zo die decoraties op hier? Nee, ik vind het helemaal niet. Maar het is ook allemaal nog maar net, dus ik laat het nog maar even op me inwerken.